Willem Lodewijk van Nassau, stadhouder van Friesland, was het verplichte type in de eindstrijd om het landskampioenschap Grimeren dat in Utrecht werd gehouden. De 16 finalisten kregen drie kwartier de tijd om burgers uit de 20e eeuw te veranderen in prinsen uit de 17e eeuw. Het viel de jury niet makkelijk om uit al die Willem Lodewijken de beste te kiezen. De een was nog mooier dan de ander, maar deze stadhouderskop won het van allemaal. In de tweede helft moesten de deelnemers een vrij type maken. Daarbij werd aan hun fantasie de vrije teugel gelaten. Duivels, Chinezen en Mongolen, typen van de meest uiteenlopende aard kwamen tevoorschijn. De weduwe Hoeng viel met haar neus in de prijzen.